Hoe kan ik u dan bespelen als ik dat zou willen? En dat is niet mijn bespelen, maar u laat zich bespelen. Dat is interessant. Hoe kun je je publiek bespelen? De Universiteit van Nederland presenteert retoricus professor Dr. Eugène Sutorius. Je publiek bespelen, dat hoort niet. Pathos, het tweede subjectieve overtuigingsmiddel in de klassieke retorische driehoek, ethos hebben we gehad. Pathos, ook een subjectieve, een emotionele, anders dan logos, waar we straks over komen. Hier gaat het over mijn publiek. Laat ik het maar mijn publiek noemen. Hoe kan ik u overtuigen? Ik kan dan misschien een charismatische persoon zijn, of spreker, of ik weet niet wat, uit die clusters. Maar als ik uw oor niet vang, als uw oor niet groter wordt wanneer ik spreek, ik bereik niets, het komt op zand, op rotsen. Wat zijn de regels voor de omgang met pathos? Hoe kan ik u dan bespelen als ik dat zou willen? En dat is niet mijn bespelen, maar u laat zich bespelen. Dat is interessant. Dat heeft het begint, het eerste gebod hierbij is, ken de mens. Ja, makkelijk. Ken de mens. Dat is niet zo makkelijk. Voordat ik het tweede gebod noem, ken je publiek, lees je eigen publiek, wil ik eerst even stilstaan met ken de mens. Hoe zit de mens in elkaar? Hoe zit ik zelf in elkaar? Dat is belangrijk, want de mens is een vreemd soort. Sociaal wezen, biologisch wezen, veiligheid. Er zijn een aantal, door de cognitieve wetenschappen alweer, een aantal biases, zoals we dat dan noemen, ontwikkeld, opgeschreven. Geneigdheden, emotionele basis, die allemaal te maken hebben met angst, met veiligheid, met vertrouwen geven, met informatie, perceptie, judgment tekorten. Allemaal dingen die, wanneer we eerst dat gehoord hebben, we niet meer openstaan voor dat. Of wanneer we in deze groep thuis zijn, willen we eigenlijk niks meer horen van wat er in die groep speelt. Hele basale dingen die wij allemaal hebben, biases. En er zijn er vele van, die kan ik niet allemaal nu bespreken. Maar je leert daardoor veel over hoe een mens in elkaar zit. Dat je bepaalde dingen niet moet doen. Retorica is in de eerste plaats altijd voorkomen dat je dingen doet die maken dat het niet meer werkt. Dat het vertrouwen verloren gaat, dat de overtuiging van je publiek nooit zal slagen. Vermijd de fouten. Dat is al een hele kunst. Maar als je dan verder gaat, dan wil je ook graag weten wie is de mens en hoe lees ik mijn publiek? En daar heeft ook alweer de moderne wetenschap, sociologie, sociale psychologie, heeft daar hele interessante dingen over uitgevonden. Het concept van de discursieve groep. De discursieve groep is een begrip, concept, waarmee bedoeld wordt dat je, als je als spreker voor een groep gaat staan, en dat kan je gezin zijn, maar dat kan ook een groep arbeiders zijn, zoals ik dat vroeger noemde. Mannen, we gaan door wet op het ondernemingsraad, gaan we. Of de Rotary van mijn vrouw. Moet je toch een andere toon aanslaan. Een ander jargon. Andere traditie. Andere public spirit. Je zult moeten weten van je eigen discursieve groep, de groep met wie je spreekt, of voor wie je spreekt, hoe ze in elkaar zitten. Wat zijn hun tradities? Waar zijn ze trots op, bijvoorbeeld? Wat is hun identiteit? Hoe spreken ze met elkaar? Welk gevoel voor humor? Wat is hun verleden? Wat zijn hun idealen, als ze die hebben? En zo zijn er dus een heleboel dingen te doen om je publiek te leren kennen. Dat kun je niet altijd doen. Maar je kunt wel veel meer doen dan je zou denken. Je kunt, als je een goed spreker wil zijn, en je wil ook het oor vangen van je publiek,
dan zul je dat ook moeten doen. Dan zul je niet alleen moeten weten hoe de mens in elkaar zit, in het algemeen, om te weten waar en hoe de emoties zitten, want die zijn de bepalende factor toch altijd. Maar het gaat ook over dit publiek. Het gaat ook over mijn studenten. Hoe zitten die in elkaar? Mijn Amsterdamse studenten. En dan ook nog eens de honors-studenten. Chic volk. Hoe zitten ze in elkaar? Wanneer ze toch zitten te achterin? Dat moet je weten om goed les te kunnen geven. Dat moet je weten om overtuigend te kunnen zijn. Ook in ieder verhaal wat je houdt. En daar zul je op de ene manier een houding toe moeten bepalen. Als ik mij wil verbinden met mijn publiek. En als ik wil dat ik verbonden blijf met mijn publiek. Omdat ik ze wil overtuigen van iets. Dan gaat het dus in de eerste plaats om, weet ik wie zij zijn? Natuurlijk speelt mijn ethos een rol. Het publiek is al lang bezig met te kijken of mijn das, die ik vandaag niet aan heb, wel de goede kleur heeft. Hoe voel mijn gezicht, of hoe, nou enzovoort. Dat gebeurt allemaal, maar ik moet mijn publiek kennen. En ik moet dus weten wat daar leeft. En dat is belangrijk, dat is een heel belangrijk onderwerp voor dat tweede facet, dat tweede overtuigingsmiddel. Op welke manier kun je met je publiek aan de gang gaan? Kun je ze ertoe leiden dat ze bepaalde dingen met je mee overtuigd raken? En dat is een punt wat ook een grote rol speelt steeds in de geschiedenis, en nog steeds natuurlijk bij alle redenaars. En dat kan ook soms heel erg verkeerd aflopen. Want er is publiek en publiek. Een boze, vernederde en een ongelukkige samenleving, zoals de Duitse in de Tweede Wereldoorlog, is een speciaal publiek. Dat is een vernederd, zo lijkt het bijna, publiek. Ik heb te weinig historie gedaan om te weten of dat ook waar is en of het ook zo mocht zijn, maar daar zijn dingen gebeurd in dat Rijk. Waarvan je nog steeds staat te kijken en steeds maar weer je analyse op loslaat. Ik laat u zien, met enige terughoudendheid, want ik vind het een moeilijk stukje, maar het gaat over omgaan met je publiek. En het gaat over de discursieve groep die daar staat te schreeuwen. En het gaat over, inderdaad, in onze ogen, verwerpelijke content. De logos. Maar het gaat ook over iemand die kennelijk een zeker ethos heeft ontwikkeld. En kennelijk een bepaalde voordrachtstechniek laat zien en komt met berichten die kennelijk aankomen in zijn publiek. Daarachter liggen vragen van ethiek, maar daar kom ik nog niet meteen aan toe. Ik zou willen vragen om meneer Adolf Hitler eens te laten zien. De völkerstrijd en de haas untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist er gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates. Nou. Interessant. Wat gebeurt hier? We hebben hier een man met een groot ethos, kennelijk, vinden wij nu niet, hè? Maar een ongelooflijk ethos die erin slaagt door een bepaalde manier van voordragen en een verwerpelijke inhoud, boodschap, zijn publiek, dat hebben we nu niet gezien, weet op te hitsen, op te jagen, tot ver voorbij wat wij zouden noemen een soort van normaliteitsmidden. Wat je ook vindt, politiek. Het lijkt alsof dat helemaal uit de bocht gevlogen is. En dit is niet, er zijn natuurlijk meer van dit soort redenvoeringen. Waar het mij nu om gaat, is dat hij er dus uitstekend in geslaagd is. Uitstekend. Om zijn publiek te kennen. En te weten wat dit publiek, dat was niet de hele wereld gelukkig,
wat dit publiek kennelijk wilde aanhoren. Het geeft een les. Het geeft een les over hoe je om kunt gaan met het publiek. Het geeft een les over bespelen. Het geeft een les over retorica, over manipulatie. Het geeft een ethische vraag. Het geeft de vraag, waar ligt dan ook in deze tijd de morele verantwoordelijkheid van de redenaar? Hoe zit dat met een daartoe te ontwikkelen ethiek? Dames en heren, dat is een onderwerp waarover we nog lang niet uitgesproken zijn. Er zijn meer kampen in dit domein. Ik ben een groot voorstander van het systematisch reflecteren over de ethische verantwoordelijkheid van een redenaar, welke ook, omdat hij gebruik maakt van middelen die grote groepen mensen betreffen. Er is een soort, er ontstaat een band. En die band schept verantwoordelijkheid, zoals bijna alle banden verantwoordelijkheid scheppen. Ik heb deze getoond en niet allerlei heerlijke video's over hoe je met je publiek om kunt gaan, hoe prachtig dat kan worden aangevuld, dat wat de redenaar zegt door het publiek en terug. Maar dit, omdat hier iets is misgegaan, althans zo zie ik het, en een systematische reflectie, systematische ethische reflectie daarover, eigenlijk nog steeds niet bevredigend is voltooid. Dat is een belangrijk punt. De groep die daar niet zo over wil spreken in de retorica, is de groep die zegt, de retorica zorgt voor zichzelf. Die zegt, de redenaar kan nooit verder springen dan zijn publiek wil. Die zegt, de veiligheid, de uiteindelijke veiligheid, ethisch, met betrekking tot deze verantwoordelijkheid van redenaars, zit hem nou juist in het systeem van checks en balances. Hij komt niet verder en springt niet verder dan de polsstok van zijn publiek hem toestaat. Dus die zegt, ethos, pathos, logos, samen, zorg er wel dat het niet uit de bocht vliegt. Geef daarmee geen antwoord op de voorbeelden waarbij dat wel het geval geweest is. Dat is een vraag die op dit moment in de retorica, wat mij betreft, een vrij klemmende is. Er wordt gemanipuleerd bij het leven. We zijn begonnen met de framing. We zijn begonnen met de onschuldig ogende metafoor. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Op welke weegschaal ligt de retorica? Een product van beschaving? Ja. Democratie? Ja. Rechtszalen? Ja. Elkaar overtuigen in een proces van beschaving waarin de taal ons geleid heeft. Zodra wij taal kregen, zijn we gaan spreken, want we moesten met elkaar samenwerken. Dat deden we. We hoefden elkaar niet altijd met een knots op het hoofd te slaan. We hebben de taal gebruikt en we zijn elkaar gaan overtuigen en we zijn gaan samenwerken en we hebben nu een democratie. En een democratie is niets anders dan een marktplein van overtuigingen. En daar zit de beschaving nou net in. Zoals het ook geldt voor de rechtsstaat, de rechtszaal, de kerk voor mijn part, het theater, alles. Overal waar wij met elkaar bezig zijn in een overtuigingsslag, toont de retorica zich als een product van beschaving. Daarom is het ook tot de 17e eeuw aan alle universiteiten onderwezen. Tot de samenleving ook boeken begon te maken. En de natuurwetenschappelijke methoden opkwamen. En ineens die retorica verdween als een soort van omgaan met waarschijnlijkheden in een leven dat veel onbeslisbaarheid kent en dus ook veel belang hecht aan het oplossen via het elkaar overtuigen van ons probleem met de keuzevrijheid. Dit is naar mijn mening een belangrijk onderwerp om daarover verder te gaan. En zeker ook aan deze universiteit zal dat gebeuren. Maar deze video die we net zagen, heeft mij toch nog steeds, het maakt mij en houdt mij ongerust. De checks en balances die men verwacht van de retorica in een tijd dat wij buitengewoon invasief met elkaar omgaan als het gaat om subliminale primingstechnieken, maakt dat ik nog niet helemaal gerust ben en dat ik hiervoor veel aandacht vraag. Dat wou ik zeggen over de omgang met het publiek. Het was een wat in de bastoon, minder de vrolijke toon dan het dus vergesteld verhaal. Maar ik denk dat daar voor de retorica ook alle aanleiding is. Dank u wel.